Dit is de reading voor de kreeft voor de eerste en tweede week van oktober alweer. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op het kanaal, de vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele aanvragen voor privé readingen, healing, coaching en begeleiding. Dank je wel daarvoor. En natuurlijk ook de liefdevolle warme berichten van jullie. Als reactie op de filmpjes, op mijn website, op de kittens. Of omdat jullie ontzettend blij zijn met een advies of een reading. En ook natuurlijk de vele mensen ben ik ontzettend dankbaar die vele andere vrienden, familieleden, collega's doorverwijzen, omdat jullie zelf zo enorm enthousiast zijn over een reading. Dus we gaan kijken, lieve kreeft, wat voor mooie berichten er voor jullie uitkomen. Als je nieuw bent, kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je abonneert, want dan zit jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag. Ook in het weekend. Oké, voor jullie maar één kaart. Breakthrough, een doorbraak, lieve kreeft. Dus dat is heel erg fijn. Een mooie doorbraak. Dat zien we graag. Eens kijken op welk gebied dat kan zijn. Vaak is het liefde, maar dat hoeft niet. Het kan ook werk, persoonlijke ontwikkeling zijn. Niet meer, oké. Een doorbraak. Ja. Er komt een nieuw begin voor je en dat is die enorme doorbraak. Op basis van de liefde kan goed zijn, lieve kreeft, dat jij een aanbod krijgt, een liefdesaanbod, een uitje. Een date met een waterteken, dat kan goed zijn de schorpioen, de kreeft, dus dat er een dubbele kreeft in zit of een vis. Maar ik krijg heel sterk de vis door en die persoon heeft ook schorpioen in zijn of haar ascendant. En je bent er klaar voor, je wil er wel voor gaan. Dit is de ramkaart trouwens. Ik wil graag hier aan werken met de drie van mensen. Kan goed zijn dat je gedaan hebt met bedrog en leugens. Dat je daar helemaal je buik vol hebt. En ja, dat je toch in de liefde blijft vertrouwen en dat je niet opgeeft. Dus we gaan zien of dit inderdaad een positieve kentering is. We hebben het oordeel, de zegenwagen, de ridder van munten, de ridder van zwaarden, de gehangende, de munten, de zeven van munten, sorry, de negen van munten en de geliefde. Er komt iemand terug uit het verleden. Dat hoeft geen ex te zijn. Dat kan ook iemand zijn die je al heel lang kent. Een collega, een vriend of vriendin. Een gezamenlijke familie, vriend. Iemand die je gewoon in het dagelijks leven ergens tegenkomt bij de supermarkt of weet ik het. En die persoon die wil vooruit richting jou. Die heeft wat in het conflicten, want die vindt het heel erg moeilijk
om jou te vertellen dat er gevoelens zijn. En omdat hij of zij dat zo moeilijk vindt, waarschijnlijk ook om die vriendschap of die collegialiteit niet te verliezen. Duurt het zo lang met een ridder van munten? Dat is de meest langzaamste ridder die er maar is in het hele tarotdek. Maar er komt nu versnelling met de ridder van zwaarden. Er komt een doorbraak. Ze hebben wat inzichten gehad, dus ook wel de viskaart. Ze willen toch zachtjes aan proberen om de eerste zaadjes te planten en kijken hoe jij daarop reageert. Ze zijn ontzettend onder de indruk van je. Ze vinden dat je alles op orde hebt. En misschien daarom dat ze het ja, nogal spannend vinden om jou uit te gaan of durven vragen. Is veel aantrekkingskracht in ieder geval tussen jullie. Waar je dus mee te maken zou kunnen hebben, is een vis, de ram en de tweeling. En de kreeft zie ik hier. Dat ben je natuurlijk zelf. Maar het kan zijn dat de ander ook nog wat kreeft in zijn of haar ascendant heeft. Het advies. Leiderschap. Dus die persoon die gaat zijn of haar angsten onder ogen zien en die gaat toch die verantwoordelijkheid nemen en die gaat toch jou uitvragen. Dus dat is mooi. Ze zijn gefocust op positieve gedachten en daardoor ook op een positieve uitkomst met jou. Ze willen die reis met jou heel graag aangaan. Ze zullen het in beginsel op een speelse manier brengen, wat luchtigheid, niet al te zwaar. Jullie zullen van elkaar gaan genieten. Het is een fijne connectie. Niet meer hoor ik. Oké. Ik vroeg, wordt het een succes? Nou, de 10 van kelken. Dus het wordt een succes. En daaronder heb ik ook nog de 10 van munten. Dus kreeft, ga ervoor. Wees er niet bang voor. Dit is jouw persoon. Met de 10 van bekers en de 10 van munten. Jullie zijn voor elkaar bestemd. Dat is wel duidelijk. Ook eerlijk geven en nemen in deze situatie. Er gaan duidelijk gekozen worden voor elkaar. Conflicten achterwege laten. Het kan ook innerlijk conflict zijn, daar komt een einde aan. En je gaat dan binnenkort een bericht krijgen. Of een uitnodiging krijgen om samen iets leuks te gaan doen. Super. Ik ben heel erg blij voor jullie. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert, mag je liken, delen en je mag natuurlijk ook abonneren. Als je zegt van dit klopt helemaal en ik wil weten wie dit precies is, dan kan je ook een privé-reading aanvragen. Je hebt hier de titel met een driehoekje. Als je daarop klikt, dan zie je mijn contactgegevens van mijn website en natuurlijk ook mijn e-mailadres. Dus kijk maar even wat voor jou van toepassing is. En voor de rest, dank je wel weer voor het kijken en tot de volgende keer. Namaste.